lieve vrienden. Het is 12:46 en we leven op zaterdag 15 juni. Ja, en hoe het met Karin is, nou, daar weet ik nog helemaal niks van. Ik heb nog niks vernomen, niks gehoord, niks gezien. Nee. Maar ik hoop geen bericht, goed bericht, ja toch? Maar in ieder geval, ik ga een hapje eten. Ik zal voor de dieren zorgen. Ze zijn nog wel buiten geweest. Ik heb er een broekje onder aangetrokken, niet omdat het koud is of wat dan ook. Nee, ik moet hem zo meteen uitdoen. Want ik ging gisteren bij Karin van der Jeugd. Ben ik erachter gekomen, dat is het rotlabeltje. Ja. Heb ik dat labeltje er al wel tot zover eruit geknipt, maar de puntjes blijven er nog van vastzitten. Dus dat moet ik er even uittornen. Ik heb mijn andere nieuwe jurk ook gelijk meegenomen. Ik moet het bij die opdoen. Ja. Kijk, tenminste fatsoenlijk aandoen. Zonder een jurk te krijgen. Ja toch? Ja. Kan dat? Hé, hey, laat dat. Oh, die kist is ook. Geen sloot te bekennen, hè? En toch jeuk hebben. Oh. Maar ja, in ieder geval. Ik wacht ook op Astrid. Die zou ook komen. Ik heb een kleinigheidje voor de gekocht gisteren. Dus ik hoop dat ze dat leuk zal gaan vinden. Maar dat komt ook allemaal wel goed. Ja. En ik hoop toch dat ik zo meteen een berichtje uit Den Haag krijg. Ja, hoop ik ook. Van ganse harte. En dan ga ik zelf erachter gaan van, ja, hallo, vertel mij eens wat. Ja, ik wil meer weten. Ja, toch? Ja. Oké, lieve vrienden, geniet van jullie dag. Het heb hier net, het is de hele ochtend geregend. Nu is het zonnetje bezig om er doorheen te komen. Het heeft gespoeld hier. Dus de planten die hebben wel weer genoeg gehad, hoor. Ja, we krijgen nu, denk ik, volgens mij een natte zomer. Ja, nat, maar wel warm en weinig zon. Maar ja, dat merken we wel. Ik ben geen weervrouw die dat kan voorspellen. Maar oké, het is ook maar gewoon een geintje van mij. Maar ik zou zeggen, tot later. Doei, doei. Ja, lieve vrienden. Ben weer thuis. Astrid die is lekker even met me mee geweest. We hebben een rondje stad gedaan. Ik heb de oude bokshek naar Bruna gebracht van de televisie. Die ken weer een tour naar Ziggo. Haar kopje staat er ook nog. Die ken ook naar de keuken. Ik ga voor mezelf zo ook even koffie maken. Dat is deze van Ikke. Ja. En ik heb wat boodschapjes tussendoor ook gedaan. En Astrid die was lekker even gezellig met me mee. En net bij de DK-winkel is ze weer naar haar eigen huisje gegaan. En ik ook dus hier gewoon weer naar mijn huisje. En ik heb niet veel van mij. Ja, ik heb 2 zakken chips en een fles wijn voor mij. En de rest is voor de diertjes. Ja. En dat moet kunnen. De diertjes is een keertje lekker verwennen. Ja. Ik ben gisteren ook de hele dag van huis weg geweest. Nou ja, en binnenkort ben ik jarig. Ja, en dan heb ik voor hun geen tijd. Dus krijgen ze hem nu zo vast. Ja, toch? Ja. Hé, kerel. Hij is zo lief, hè? Ja, hè. Ach, godje dikje. Maar oké, lieve vrienden. Geniet nog verder van de dag, avond. Het is nog overdag, het is nog middag, het is 5:03, dus het is nog steeds namiddag. Dus geniet er nog van, voor straks smakelijk eten. En ik zou zeggen, tot later. Doei doei! Ja, lieve vrienden, het is alweer heel erg laat. Het is 3:03 en we leven op zondag 16 juni in de nacht. Ja, in de nacht. Jullie horen me goed. Ik ben mij gaan klaarmaken om het bedje te gaan. Frodo is al buiten geweest. Die heeft de kap nog om. Ik ga de lichten naar doen. En lekker naar Dromenland toe. Kijken of ik daar mooie dromen kan vangen. Wie weet. En graag tot aan de andere kant van de nacht.
en Godzegen toegewenst. Zeggen doei doei. Een hele goede middag, lieve vrienden. Het is vandaag zondag 16 juni en we leven alweer om bijna 14:30, 14:27. Ja, ja, de tijd houdt geen schaft, wij wel. Ja, zeker te weten. Ik heb lekker uitgeslapen, maar ja, ik ben nog moe. Want ik ben, vannacht heb ik niet echt lekker geslapen, laat ik het zo maar zeggen. Ik zat met mijn hoofd bij andere dingen en ja, dan val je uiteindelijk toch in slaap, dus ja. Dan word je ook heel laat wakker en dat noemt men dan uitslapen, maar het was mijn nacht eigenlijk. En ik ben ook met veel pijn opgestaan, pijn in mijn rug. Maar ja, dan kan de pret allemaal niet drukken. Het is prachtig mooi weer hier aan deze kant in Den Helder. Het heeft vanochtend wel geregend, want ik barst eruit even om naar het toilet toe te gaan. En toen regende het. Maar ja, hoe laat het was, weet ik niet eens. Nee. Maar in ieder geval, ik kan ook plaatselijk wezen, weet je. Want het gebeurt ook wel eens. Regent het hier, aan de voorkant. Maar aan de achterkant regent het niet. Of andersom. Dus ja, dat is altijd toch vreemd. Ik kan al zitten weer lekker met zijn pootje water te scheppen en te drinken. Er staat nog steeds een wasgoed te vouwen. En er staat een afwas op het aanrecht. En ik weet niet of ik al genoeg heb voor de vaatwasser, maar dat merken we ook wel. Ik zou zeggen, wees welkom bij weer een nieuwe vlog. En ik zal volgende week nog naar de kapper, want het ziet er niet meer uit. Het wordt mij weer te lang erbovenop. Het moet kort gewiekt worden. En hou jij ook eens op. Ik wil het weer een beetje netjes hebben voor mijn verjaardag. Ja, ja. Wanneer ik jarig ben, of vandaag over een week. Ja. 23 juni. Dus ja, dan verwacht je visite en dan wil ik zelf ook netjes wezen. Dat krijg ik gewoon, zeg ik maar, cadeau van mijn mannetje uit de hemel vandaan. Ja. Het wordt wel gevierd, maar ik nodig nooit niet iemand uit. Nee, degene die weten dat ik jarig ben, die komen maar. Willen ze niet komen, ook goed, dan krijgen ze niks. Maar leuk vinden doe ik dat niet, want iedereen weet wanneer ik jarig ben van mijn familie en vrienden en kennissen. Dus ja, ze moeten dan maar gewoon het zelf maar weten. Ja, dan kom ik ook gewoon niet meer bij hun, weet je. Simpel. Ja, lekker ding, oh gosje. Zo leuk gezicht. Blijft leuk. Maar oké, lieve vrienden, geniet van alles. Ik ga hier ook zo meteen aan het werk. Ja, Rebecca die komt 3 dagen naar komende week, dat is morgen. Omdat ze vorige week maar 1 keer is geweest. Op donderdag wordt ze er niet. Te vroeg ze donderdag door de telefoon. Is het goed dat ik morgen kom? Ik zei, nee, lieve schat, ik zei, kan niet. Ik zei, want ik moet naar Den Haag. Karin wordt geopereerd. Oh ja. Nou, weet je wat? Dan kom ik maandag, dinsdag en donderdag. Oh, prima. Ja toch? Ja hoor. Als het werk maar doet wat gedaan moet worden. En ik wil het voor zondag ook dus weer netjes hebben in mijn huisje. Ja, vooral beneden. Ja, de vloer, daar kan ik niks aan doen. Die gaat nou helemaal overal hier en daar kapot op sommige plekken. Dat moet ik ook voor gaan sparen. En dat moet ook vervangen worden, dat gedeelte. Dan zit ik liever met kleurverschil dan met kapot. Ja. En wie dat doen moet, weet ik ook niet. Dan moet ik mijn big brother maar eens lief aankijken. Maar ja, of die dat kan, weet ik ook niet. Maar we zien het wel. Ja toch, zover is het nog niet. Ik moet er eerst voorlopig nog mee doen. Ja. Dus jullie nemen die plekken maar op de koop toe op de grond, als ik op de grond richt. Dat moet gewoon vervangen worden, maar daar moet geld voor zijn. Ja. Nou, ik zou zeggen, geniet van jullie middag. Het is prachtig mooi weer, dus geniet ervan. Hier waait het trouwens wel. Ik heb een zomerjasje aangedaan omdat ik Frodo's wc aan moest schoonmaken. Dus ja, ik liep eerst zo naar de schutting. Nou, geen mouwen erin. Dus ik denk, het is toch koud hoor. Ja, mag dat zonnetje er wel wezen? Het zonnetje is wel lekker, maar de wind is koud.
Dus ja, dan maar even een jasje aan en we merken het wel. In huis is het warm, dus hij kan straks wel weer uit als ik het zelf weer ook warm heb. Maar ja, ik zou zeggen, steek het duimpje omhoog. Er komen nog een heleboel vlogs aan. Ik moet ook nog inderdaad aan het werken, want er staan nog van vrijdag filmpjes op de camera. Op de GoPro staat nog op, dus ik heb nog een heleboel te doen. En ik moet van de week nog naar de huisarts toe vanwege die duim. Ik moet vrijdag naar fysiotherapie. En ik heb begeleiding. Morgen komt Astrid niet, die is gisteren geweest. Ja, een drukke week weer. Maar ik zou zeggen, dat is mijn pakje, niet dat voor jullie, maar dan weten jullie het even. Ik zou zeggen, tot later. Ja, lieve vrienden, zoals jullie zien, ik heb er een truitje bij ondergedaan, dun hoor. Want het was toch niet zo warm dan ik had verwacht. Ik heb al één vlog weer in elkaar weten te zetten. Die is nu bezig om op YouTube te komen. Wel weer gepland. Ik ben ook weg geweest. Ik heb een tas vol met boodschappen. Vanwege mijn verjaardag al. Ja, broodjes. Ik heb ergens nog soep staan in een van de vriezers. Dus dat ga ik ook dan zaterdag ontdooien. Zodat we ook soep erbij hebben voor degenen die van afstand te komen. En broodjes, ja, dat moet wel even dan, vind ik, vooral mensen die van ver weg komen, dat ze die broodjes en soepie moeten hebben. Want dat krijg ik ook als ik bij hun ben. Dus ja, dan gaat dat gewoon door, hè. Maar oké, ik heb dus een tas vol, dus ik moet dat opruimen. Nog steeds staat die afwasstrook, maar dat komt wel als ik zelf ook heb gegeten. Dan gaan we dat wel weer bekijken en ja, ik ga nou de boodschappen eerst maar even opruimen met het genot van een bakje koffie. Die ga ik eerst maken. En uiteraard zit er ergens, weet ik van waar, een bounty tussen, want het is voor mij ingepakt. Want ik was bij de invalide kassa, nou ja, dat kan je zelf niet inpakken. Het is tevens ook de infobalie, dus ja. Dus dat komt ook allemaal wel goed. Vrodertje die legt lekker op de bank. Alles gaat hier goed. Dreilt en zeilt. Morgen komt meneer van Cirilo. Morgen komt Rebecca. Morgen moet ik het gemeentehuis wat inleveren. Dus morgen ook druk. Dat zijn allemaal dingen, daar neem ik jullie niet mee. Nee, doe ik niet. En ik heb trouwens nog genoeg vloggen om eigenlijk in elkaar te zetten. Maar in ieder geval, wie weet, vlog ik morgen nog wat niet. Even een dagje overslaan. Ja toch, moet kunnen. Maar in ieder geval, voor nu wens ik jullie een smakelijk eten. Want het is 17:51 en nog steeds ook 16 juni, zondag. En voor nu dus smakelijk eten en een hele fijne avond. Tot later.